Minecraft, maar we moeten eventjes ontsnappen uit een huis. Ja hoor, we gaan weer een escape roepje doen. Dat is weer lang geleden dat we dat hebben gedaan. En ik vind het altijd wel even leuk om goed na te denken over een mappie. Dus vind je het ook leuk, druk dan meteen even een blauwe duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Want 40% is nog niet geabonneerd die mijn video's kijkt. Ik waardeer het wel echt enorm als jullie dat doen. Dus overweeg het zeker eventjes. Het is ook volledig gratis. Dus let's go escape roompie. Niks geks, niks wilds. Het is gewoon een beetje nadenken. Moet waarschijnlijk door deze deuren moeten we hier iets op plaatsen zodat de deur open gaat. Een leveltje of zo. We hebben hier allerlei plekjes waar je misschien achter kan zitten. Achter de schilderijtjes, achter... dit misschien en achter dit misschien en hieronder misschien en hierachter misschien en op onder het bed misschien. Lekker zes bedden voor jezelf, heerlijk. Ik mis een hoekje hier, dus kijk eens aan, er zal inderdaad wel een kistje liggen. Als je goed op het randje klikt. Lekker bezig, Freek. Biem, biem. Deur 1 is al gehaald. Ik heb ook geen idee hoe lang deze map is. Moeten we hierheen? Hallo. Nou, barrels. Heel veel kopwebs. Moet ik die hebben? I don't know. Een barrel. We zitten in een keuken. Zit hier iets onder? Hier. Ah, kijk eens aan. Een door unblokken. Oké. Dan kun je dus deuren mee unblokken, I guess. Wat hebben we nog meer? Hier zitten barrels. Zit er ook iets in toevallig? Een klok? Niks. Oké. Ja, je moet gewoon echt even alles checken wat er ligt. Want anders mis je dadelijk één ding en dan ben je alweer fugedu. Dat wil je niet hebben, witte. Volgens mij hebben we dit allemaal wel redelijk gehad, toch? Ja, laten we doorgaan naar deze kamer. Ik weet ook niet waar ik naar moet kijken. Al deze dingetjes weer even omhoog. Dep, niks onder, nee, nee. Daar, nee, ook niks. En hier, oh, kijk eens aan. Biem. Een D. Wat is een D? D van weg ermee. D van weg ermee. Huh? Dat klopt niet. Hier heb je nog allerlei dingen. Hey, kijk eens. Een gat. Een gat, daar kun je onder. Maar ik ga eerst nog even al deze dingen omhoog halen. Misschien ligt er nog iets toevallig achter de schilderij. Kan er iets zitten? I don't know, man. Soms kun je er doorheen lopen, toch? Oh. 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 Kijk eens. En C. Al die knopjes, ja, die doen denk ik niks. Dat is eerder gewoon decoratie dan dat het echt iets zou doen, I guess. Kun je hier achterlopen? Je hebt allemaal schilderijen, maar die hangen daar toch voor een reden? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Maar hieronder kan je dus wel. En dan ga ik even checken. Want hier zal je wel iets moeten vinden of zo. Lekker doorloofje. Kakzooi, hier ben ik niet goed in. Het zoeken, het claustrofobische zoeken in de hele smalle tunneltjes en gangetjes. Nee, dat is niet mijn hobby. Dat is niet mijn hobby. Nee. Hier zou kunnen het echt heel naar van worden, wist je dat? Kruipen door een smalle gang. En in één keer pakt het je bij je been. En hier staat gewoon het kistje al wat ik moet hebben waarschijnlijk. Wow, wat? Twee letters en een lever. Second floor key. Can place on wall. Oké. Hallo, ik mag niet opstaan. Kom op, joh. Ik had zo slaap. Oké, dat is de uitweg, toch? Yes, jawohl, jawohl. Ik kan er niet achter, hè? Nee, 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 net niet. Biem. Hoppatee. En wat hebben we hier? Colors. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 kleuren. Telt die ook mee? Denk ik niet, hè? Nee. Wat is dit? Reset en incorrect code. Oké. Dan moet ik hem denk ik even resetten. Ah, oké. Ik heb hier dus al die lettertjes. A. Dat zijn mappies van deze kamers, I guess. Van deze kamers. En daar moet ik iets mee oplossen. Want dit is volgens mij dit. Dit is dit. C is dit. En D is dit. Blauw, geel, oranje, rood. En wat moet ik hiervan? Goud. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Kijk dit dan. Kijk naar de map. Wat valt je op? Wat valt je op aan de map? Daar zitten twee zwarte vlekjes op. En die zwarte vlekjes, dat zijn de bloemen. Die geven kleuren aan. En dit is tafeltje A. Dus hier zal het mee beginnen. Dat is rood en blauw. En dan hebben we tafeltje B. Dat is geel en blauw. En dan hebben we hier een schilderij. Waar ook een heel stuk zwart is. En dat is een blauw mannetje zo te zien. Dus ik neem aan dat C ook blauw is. En D is, even kijken. Dit, een oranje bloem. En nou hebben we hier... er stonden ook nummertjes op. 1, 4, 2, 3, 5, 6. Dus A is denk ik nummer 1 en 4. Dus laten we beginnen met rood, I guess. Of blauw. Rood, blauw. I don't know, rood misschien. Rood, blauw. Dus hebben we hier rood. B is 2 en 3. Rood, blauw, geel, blauw. Rood, blauw, geel, blauw.
rood, blauw, geel, blauw. En dan hebben we hier nog een keer blauw. Rood, blauw, geel, blauw. Rood, blauw, geel, blauw, oranje. Oké. Okay. Rood, blauw, geel, blauw, oranje. Wacht, volgens mij miste ik al eentje. Het is rood, blauw, rood. En dan kom je hier naartoe. Rood, blauw, geel, blauw. Rood, blauw, geel, blauw, blauw, oranje. Rood, rood, blauw, geel, blauw, blauw, rood, blauw, geel, blauw, blauw, oranje. Kak! Dan moeten we even verschillende volgorde gaan proberen, I guess. Want D is, nummer 6 is sowieso oranje. C is sowieso blauw. Dus bij deze moeten we nog even combinatie proberen. Dus dan kan het ook blauw, blauw, geel, blauw, rood zijn. Blauw, geel, blauw, rood, blauw. Oké, okay. Blauw, geel, rood, blauw. Blauw, rood, blauw, blauw, geel, oranje, blauw, biem, oranje, kak, rood, blauw, geel, blauw, geel, blauw, blauw, rood, blauw, blauw, oranje, oranje, blauw, rood, nee, dat klopt nog niet, blauw, geel, blauw, rood, rood, oranje. Oké, mensen, dames en heren, niet om kut te doen of zo, maar ik loop al een half uur vast op dit stuk. Ik heb volgens mij wel bijna alle mogelijke combinaties al gehad om dit te fixen. Maar ik kom er niet uit. Ik snap het niet. Ik weet, dit kan bijna niet dat ik hem niet heb. Dit is ook een map met heel weinig downloads. Dus ik weet ook helemaal niet of het allemaal klopt. Ik heb hier wel kopwebs, maar ja, wat moet ik met die kopwebs? Ik heb de combinaties geprobeerd van dat ik dit als kleur gebeurt en dat als kleur gebruik. En dat ik deze twee als kleur gebruik, dus wit en geel. Dan heb ik de bloemetjes niet gedaan. Ik heb alle bloemetjes de combinaties van gehad. En de schilderij, de blauwe. En zelfs misschien het rode bloemetje als plaatsvervanger van dit schilderij. Wow, oh mijn god, hij is open. Ja, jongens, echt, stik hem erin. Als jullie de code weten, laat het alsjeblieft weten in de comments. Ik ben er doorheen, ik heb de deur ingeramd, ik vind het goed geweest. Ik heb een half uur lang die code proberen te kraken. Ik heb gewoon een gevoel dat het niet helemaal klopt of zo. Ik heb heel veel combinaties geprobeerd en alle logische mogelijkheden. Maar dan doen we maar even op deze manier. Mijn bloeddruk werd een beetje hoog, sorry. Yes, mijn bone crusher, door crusher ding heeft het bordje kapot gemaakt. Want die kan dark ook kapot maken. En nou zijn we hier in een hele duistere kamer. En het wordt steeds donkerder en donkerder. Hoort het, though? Ik heb een klok. Ik heb een doorbreken. En we komen nou in een hele rare kamer uit. Het is hashtag keer. Het is hashtag... Oh, wat? Blackstone. Ach, warped 1. Spruce 3. Stone 7. Press hashtag procent... 77. I did it! Wauw, oké. Okay. Ik heb het nou niet uitgelegd hoe ik het deed. Maar het was... Aapstartje was 0, dus. Want 0 is 7 keer 0 is 0. Weet je wel? En ja, toen moest je de hashtag doen. Oeps, zo, dat was wel even nadenken. Maar het was in ieder geval 7 en 7. De hashtag was een 7 en de procentteken was ook een 7. Daar moest ik even over nadenken, maar goed. Nou zitten we hier weer in een andere ruimte. Wat moeten we... Oh, wauw, oké. Dat bedoel ik dus met secret schilderijen. Een deur met een barrel en we hebben een map weer. Water. Waterlevels. Dus die... moet soort van vol, die iets minder soort van vol, oké. Maar dan moeten we dus water zien te fixen op een of andere manier. Dan kunnen we al die trapdoors omhoog doen. Hopelijk vinden we weer iets. Nou ja, kijk hier. Een stone button. Hierop. Gebeurt er nog iets? I don't know, man. What the fuck? Oh. Oh. Nee, niet oh. Oh ja, nou zit hier water in dus. En dan heb je hier een glazen bottle. En dan moet ik het zo een beetje overhuizen, I guess. Ah, oké. We zijn op de juiste weg, hè? Tering Jantje. Oké. Rechts zit helemaal vol. Midden eentje erin. Oké. We got this now.
We hebben even één struggle gehad. En dat was dus die ene kleurencode die ik niet heb weten te fixen, helaas. Maar it is what it is. En deze gaan we ook gewoon even flikken. Nou, nog daar eentje in. Dan hebben we deze ook gehaald. Lekker bezig. En dan gaat die open. Kijk eens aan. Biep, lampje aan. En we zijn... You win. We hebben hem gehaald. We hebben hem gehaald. Oh man. Dat kleurencode stuk. Wat een hel was het ook. Ja, nogmaals. Als jullie de code weten, laat het weten in de comments. En ik hoor het wel. Thanks voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video's. Laters.